zo praat niet. Pak hem weg eerst. Kun je hem open laten namelijk, de andere. Zo. Dan kan jij. Zo, hier. Sorry. Ik zal wel niet zonder rijden. Kijk, dat is goed eruit. Niet goed. Want dat knoeien je hoor. Ja, weet ik. Ik kan het te volgen dan alweer. Voor de zoveelste keer. Je ziet eigenlijk wel. Huh? Je kan niet goed kijken. Ja, daarom ja. Oh. Ook al, hier zie je. Dat is gewoon zo. Al prutsen. Zo ja? Al prutsen. Wat heb jij nou weer? HBO pakket? Zo ja? HBO pakket of niet? Nee, camera. Oh. HBO pakket. Oh ja, ik wou net even. Oh, sorry. Nee, maar Henk, hij staat ook al aan. Okay. Hij kreeg de olie niet op, dus denk ik doe ik maar even. Maar dan heb je toch geen helder beeld met dat plastic voor je lens? Jawel. Heb je aan, ja? Ja, ik heb hem aan, ja. Gast, niet hier roken. Niet weg! Dat radar staan, hè. Ja, dat drukt toch. Ik ben heel lang op het pad. Oh? Oh, ik heb 2-3 vandaan, maar niemand zegt het, hè? Nee, ik heb die opgetreden. Je kunt hem ook al even warm laten. Nee, dat moet je hier gewoon bij de boom doen. Oké. Okay. Zeker, man. Weet je waarom? Dat iedereen naar met de oorkappen los staat en dan... Ja, dan kun je toch wat verderop gaan staan. Maar hij doet het ook wel. Ja, maar ik vind het fijn als hij het in één keer doet. Daar doet hij het ook in één keer. Ja, dan ben ik 10 minuten aan het trekken. Acht. Maar dan is het in één keer. Ach man, dan ben je wel gewend man, 10 minuten lopen trekken. Kut Stijn! Het is gewoon Je hebt zeker paal tussen je benen, hè? Ja, ik kan dit. Ik heb geen paal. Ik heb een hele boom. Nee, gisteren met Lier, hè, stond er was er een te hoog afgeschaagd boompje. En die stond precies hier. Toen zei dingen, Jasper, je hebt een paal tussen je benen. Dus ik trap hem om. Zeg ik, oh, ik heb altijd een paal tussen mijn benen. Ja. Dat klonk, dat had ik niet moeten zeggen, nee. Dat staat op camera, hè? Ja, mijn moeder weet het ook. Ik heb het gewoon verteld. Ik vertelde alles wat ze op een dag doen. Behalve de foute dingen dan. Dat is een roepcamera. Ook dit oproep. Nee, zoals die boom van mij. Dat ik te hoog had velsneden. Dan nog eentje met hout afbreken. Terwijl ik met vel even bezig ben, heb ik ook verteld. En dat ik geflikkerd ben in een gevaarlijke situatie, heb ik ook verteld. Wat olie. Jasper. Jasper, de ketting vliegt toch niet af, hè? Als ik... Nee, je moet gewoon even de spanning in de gaten houden. Ja, oké. En hij kan er wel afvliegen, hoor. Ja, als hij heel los hangt, hè, en met het uitsnoeien, dan geef ik met een takje nog. Dan kan hij eraf vallen, maar dat is ook niet zo erg. Moet je hem op de rem zetten, gelijk, en uitzetten. Nee, oh. De rem zetten. Dat is hij weer al af. Gewoon de auto. Zet je hem weer op en dan gaan we verder. Oké. Okay. Maar... Ik heb toch de combinatiesleutel in de zak zitten nog. Echte zaak nog maar, als jullie klaar zijn, of... Heeft iedereen al getankt? Nee. Ja. Oh, dan wacht ik daar even op. Dat is kut. Maar echt zo gewerkt als wij nu doen, dat wordt er niet meer? In Amerika heel veel. Maar het is meer voor de bouw van huizen. Nou, op dit soort vlakken, zeg maar. Hele grote stukken die ook makkelijk met de machine kunnen gebeuren. Je ziet toch dat het met de machine gebeurt tegenwoordig. Oké. Dus echt alleen het lastige velwerk wordt nog met de hand gedaan. Maar echt volle dagen dat er met de zaag wordt gewerkt. Oké, okay, is lekker. Oh ja, met de populieren weg. Jasper, ik heb een probleempje. Blijf hangen.
Nou, blijft hangen. Jasper, zijn we hier mogen? Ja? Nee, hier niet, nee. Nee. Hoezo? Nee, vraagje. Oh, nee, nee, nee. Moet even kijken. Oké. Okay. Blijft hangen, oeps. Nou, dan gaat dus die veiligheid. Er zijn wat tussen. Nee. Iedereen getankt? Ja. We zagen maar even op het rek. Dan lopen we even door het bos heen. Ja. Gaat ook helemaal op. Iedereen een helm op? Ja. Oh, hier. Nou, ze zit wel vlak aan de achterkant van het bos, maar... Ja, zijn we er? Ja. Kom maar mee. Dan ben ik benieuwd wat voor boomsoort hier staan. Ik heb geen idee. Wat is het? Ik heb een kerkboom. Larix. Die moet je ook kennen, deze. Hoe heet die? Larix. Larix? Ja? Oké, okay. Hoe zie je dat? Geen idee. Omdat die monaden verliezen in de winter. Die kegeltjes, ja. Maar er zit ook geen naalden aan, hè? Dat is een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld deze. Wat is dit voor soort? Rijnspaar. Hij lijkt er wel op. Is Douglas dan. Maar het is niet de originele. Ruik er maar eens aan. Moet je ja, Douglas. Ruik hem maar eens. Dan een takje kneuzen. En dan als je dan ruikt, dan Ja. Een hele andere geur als de Rijnspaar. Weet ik niet, maar het ruikt niks van roken. Een hele zoetige, ja, die takje goed kneuzen. Ja. Dus we hebben met Bos en Natuurworks om gehad, toen met In het boompje dat erachter staat. Trouwens vanzelf, deze is allemaal natuurlijke verjonging. Dus dat betekent dat ze zeg maar vanzelf hier gekomen zijn. Wat voor boom? Die? Ja. Zou ook wel een larix zijn. Nou, daar hangen larix takjes in die erin gevallen zijn. Oh. Maar als je goed kijkt zitten er ook blaadjes aan. Oh, het zit nu van eik. Oh, de eik, ja. Ja, dat is een eik. Waar heet het deze, wat denk ik dan gedaan met die voeten gevoel? Douglas. Ja. Henk, die hebben we ook met Bos en Natuurworks op gehad toen met Bas. Ja, maar weet je het probleem is, dat is alweer heel lang geleden en dat ben ik alweer vergeten. Ja, ja, dat klopt. Jongens, in dit vak is natuurlijke verjonging van eik, Douglas en grove den en ook de beuk, die is heilig. Nou, in de heilige zin, die moeten we ontzien. Oké. Okay. De eigenaar hiervan die heeft een hele bijzondere opvatting over hoe je met bos om moet gaan. En een eik als deze, dit is wel een heel mooi voorbeeld. Deze boom, deze mag absoluut niet beschadigd raken. Oké. Okay. En ook die Douglas daarachter, die grote. Dat zijn echt typische voorbeelden van bomen die we echt, daar moet je echt alles aan doen om hem daar niet op te gooien. Oké. Okay. Maar als je deze nou wil omzagen, dan kan je eigenlijk... Als, dan moet je die kant op. Ja, moet je dus de, soms heb je, dan sta je zo en dan zie je, is er geen enkele ruimte om hem, dan heb je altijd een plek waar je een ander boompje raakt. Dan kies je voor de minst slechtste oplossing. In dit geval zou je, deze, dit is wel een heel mooi voorbeeld van een boom die je echt niet mag raken. En die, als je dan bij de boom gaat staan, dan kan het ook die kant op, hè. Maar het liefst gooien we zoveel mogelijk daarheen, vanwege het feit dat we het liefst naar achteren werken. Die hangt iets die kant op. Wat zeg je? Hij hangt iets die kant op. Maar ja, als je hier staat, dan zie je er heel duidelijk dat hij zo hangt. Ja. Dus dat zou